Het is woensdag 26 mei en live vanuit onze studio in Rotterdam brengen we de actualiteiten uit de spoorsector. Um, wat vindt u van deze situatie? Ik zie heel veel goede dingen gebeuren. Ik zie dat er uh, uh, wel, wel uh, actie ondernomen wordt. Uh, ja, helaas is dat dan vaak ook te laat. En, uh, nou ja, ik zou er eigenlijk ook voor willen pleiten dat het gewoon wat, wat, wat uh, actiever opgepakt wordt en dat we meer aandacht krijgen voor deze onbewaakte overwegen. Wat doet zo'n ongeval met uh, met u en uw gezin? Ja, dat is niet te beschrijven. Dat is, dat, dat, dat is een gevoel en, en, en alleen als je het zelf hebt meegemaakt, als je zoiets van dichtbij hebt meegemaakt en hoe dichterbij dat je het meegemaakt hebt, hoe meer dat je het voelt. Dat is niet te beschrijven wat, 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 wat zoiets uh, aan, aan impact heeft. Ja, een indrukwekkend verhaal en een duidelijke oproep van Wim Hartman. Stoppen met praten, maar direct een einde maken aan deze gevaarlijke situaties. Uh, Jan Hein Schoot, welkom nogmaals. Je bent naast ondernemer, ben je ook lid van de, van de plaatselijke brandweer. Heb jij, ben je wel eens betrokken geweest bij een, bij een vergelijkbare situatie zoals in, uh, in Zenderen? Ja, helaas maken we met de brandweer uh, vaak uh, ernstige situaties mee en uh, mm -hmm. ja, dat is uh, verschrikkelijk. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja. Dat wil je liever niet meemaken, nee. nee. Vanuit jullie bedrijf, jouw onderneming, Berends uh, Spoor en Grondwerken, hebben jullie uh, een oplossing bedacht. Die gaat over de veiligheid van, van, van spoorwerkers. Uh, ja, wat, wat is het precies? Nou ja, wij, uh, wij zijn al een aantal jaren bezig met stoelbestrijding op en rond het spoor. En Daar mm -hmm. hebben we ook ons equipment voor. Uh, alleen uh, wij zaten, ja, zoals heel Nederland, uh, zaten we de uitzending van Zembla, Zembla te kijken. En we ja. hadden al een paar uh, dingen met ons team bedacht om het, uh, de stropbestrijding op het spoor nog, uh, nog makkelijker uh, te maken. En uh, daaruit is een idee geboren uh, wat uh, we afgelopen zondag op het werk van Durafmeer uh, hebben gepresenteerd. En dat is eigenlijk gewoon een zelfrijdende uh, stropbestrijdingsunit die over het spoor heen kan rijden, op de bouwplaats mm -hmm. kan werken. Ja. En, uh, ja, het was een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dan hebben we aan de zijkant twee sproeiers zitten om de nevenspoor te bevochtigen. Mm -hmm. En aan de achterzijde drie sproeiers om enkelsporen te kunnen bevochtigen. Ja, ja, oké. Okay. En uh, ja, we hebben het afgelopen zondag geprobeerd en iedereen was uh, razend enthousiast. Ja, ja want welk project uh, is die nu ingezet? Uh, hij is nu ingezet op het project van Duravermeer in uh, ja. de Waalhaven. Okay. Uh, daar zijn we tot aanstaande vrijdag daar bezig. En daar is hij ook uh, live te bewonderen eventueel. Oké. Okay, ja. Dus, uh, ja. Het uh, de opdrachtgever is uh, hartstikke enthousiast. Ja. Ja, precies. Maar, maar hoe, hoe kwamen jullie uh, ja echt op het idee om het op deze manier aan te pakken? Uh, nou ja, wij hadden al langer in ons hoofd zitten dat uh, dat wij graag een, een zelfrijdende unit wilden maken die mm -hmm. uh, compact is, uh, lage bodem. Uh, Lage bodemdruk, heel wendbaar moet zijn, yeah. makkelijk te kunnen transporteren. Dat je geen kraanmachinisten nodig hebt om een watercontainer te transporteren en dat je dus goedkoper kan werken. Ja. Dus je kan goedkoper werken als met een spoorkraan en met een watersproeicontainer. En hij is gewoon snel en efficiënt. Dus ja. Uh, ja, daaruit is dit, uh, deze unit geboren. Ja, ja, ja. ja indrukwekkend. Ja. Nou, ik wens jullie veel, heel veel succes met, uh, met ja, het verder ontwikkelen en, uh, en het vermarkten ervan. Ja, dankjewel. En uh, nou, wie weet kunnen we een keer in het echt zien. Ja, zeker weten. Je bent welkom. Oké. Okay. Yes. Ja.